dat waren de textieldagen. Maar die aprijtextieldagen, dat waren ook fantastische momenten. Hè. Dan werd er behoorlijk wat afgedronken. Wij hadden een directeur, meneer De Roze, zaliger, jammerlijk genoeg. Was een textilien en die stond daar enorm achter. En dat hebben wij enorm veel gevierd ook. Hoor. Maar de textiel, dat was echt Vlaamse kermis. Dat waren de textiliens die daar naartoe gingen, zogezegd. Maar Naaf van Kortrijk ging daar naartoe. Hè. En wij van Deerlijk of van Waregem moesten daar toch een keer bij geweest zijn. Hè. Want dat was voor een textiel, hè. Dat was de promotie. Moest dat vandaag de dag nog zijn? Ja, je bent goed bezig, hè. Als tiener gingen wij van het VTI, ik was leerling van het VTI in Waregem, werd dat gepromoot. Want dat gebeurde in het VTI in Kortrijk. Dat was de enige grote overdekte hal, dat was de speelplaats. En daar was alles die met textiel te maken had, dat was daar aanwezig. En ik weet dat wij als school daar nog aan deelgenomen hebben. Wij hebben zelfs nog een weefmachine gevruist. En ik ga dat nooit vergeten, onze Summit. Onze Summit, die werd naar de spoelloze weefmachine, werd naar de hallen overgebracht, zodat wij echt daar een productie konden aantonen. En wat er ook zo verwonderlijk was, dat was op tapijplein, op vast tapijt, maar dat was synthetisch. En iedereen die aan dat getouw kwam, werd geëlektrocuteerd.